Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We starten de dag op veel plaatsen helder. Op de Noordzee drijven wat wolkenvelden en die komen langzaam dichterbij. En dat betekent voor het westen vandaag dat er wat meer bewolking is. En misschien dat er in het zuidwesten ook wat licht gespetter voorkomt. Maar wel met de nadruk op licht. En de kans op die regen is in de ochtend nog niet zo groot. Vanmiddag wordt het iets groter, die kans op neerslag. Maar ook dan zal het slechts bij een paar druppels blijven. In het oosten houden we flink wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. En de zuidelijke wind is matig tot vrij krachtig. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Wolkenvelden. Hier en daar een opklaring. En een temperatuur rond de graad of 16. Komende nacht koelt het niet meer zo sterk af. We hebben morgen temperaturen tussen de 18 en plaatselijk 22 graden in het zuiden. We beginnen de dag nog met wat gespetter, maar in de loop van de dag breekt van het westen uit de zon vaker door. De westelijke wind kan langs de kust wel krachtig zijn, windkracht 5 tot 6. Ook donderdag een vrij stevige wind langs de kust. Met in de loop van de dag van het noordwesten uit toenemende kans op regen. Daarvoor uit wat zon en in het oosten en zuidoosten op 23 graden. De temperatuur ligt vrijdag en zaterdag lager en die dagen verlopen licht wisselvallig. Ik ben Marco Verhoef. Van weerblaza.nl